Het is wel, mensen zeggen altijd dat koken dure verslaving is. Is dat duur? Ja, zo'n dure verslaving. Ik weet dat niet. Wat kost dat? Ja, je betaalt 50 euro per gram en 25 voor een halve. Nou, dat is wel veel. Ja. En hoeveel heb jij nodig om... Genoeg, we gaan even naar de reclame. Je hebt nu ook weer een beetje nodig. Nee, dat valt wel mee. En de band, weet je wel, heb je soms wel eens optredens gemist of zo? Nee. Dat weet ik wel. Ja, die jongens van de band, die nemen ook af en toe wel eens wat. Maar je gaat helemaal los op dat podium, hè? Voel je dan helemaal vrij? Ja, nee, als ik op het podium ben, dan ben ik gewoon blind, weet je. Dan is het gewoon de muziek. Ja, je gaat letterlijk, want we hebben hier een prachtig filmpje even van een stage dive van jou. Ja, dat gebeurt wel eens, ja, maar deze is wel even heel gevaarlijk voor het publiek, laat ik het ook zeggen. Ja, dat gebeurt wel. Nou, het mooiste van dit filmpje, dat is niet eens echt, want dit was voor een reclamefilmpje. Dat is zo geknipt. Oh, wat jammer. Ja, maar kan het wel echt, hoor. Ja, een beetje laag hier. Een beetje laag. Ja, heb jij nog ambities, dromen voor je band? Of wat zou je dan nu willen doen? Want je hebt je tato-shop dus even niet meer. Nee, maar, je hebt wel een prachtige nieuwe vriendin. Ja. Waar heb je vriendin ontmoet, als ik het vraag? In afkikkeling. Ik slaap er op de bank vannacht. Ja, op het parkbankje waarschijnlijk. Nee, ja, ik ken mijn vriendin 2 jaar. En, ze ging eerst een beetje met mijn zoon. Maar ze heeft niks gedaan. Nee, ze heeft niks gedaan. Ze heeft alleen in bed gelegen. Oh. Ja, ze is vrij jong, ze is 21. Dus. Oh. 27 jaar verschil. Maar dat is toch prima, dat is toch leuk? Ja, nou ja, het enige nadeel is, ik moet 140 worden om van haar AOW te genieten. Ja, dat is ook rock'n'roll. Dat is ook rock'n'roll. Ik slap zeker op de bank. Ja, dit ziet er niet goed uit. Het zit niet echt te genieten daar op dit moment. Oeps. Maar wat... Nee, dat is het niet, hoor. Niet de nast. Wat een fantastische vent ben jij. Ach, ja. Oh, daar gaat weer een vlek. Oh, dit is geweldig. Ach ja. En dan ben je ook nog af en toe als acteur. Nou ja, acteur. Ik speel meestal mezelf. Azo of Brut of ding. Ja, daar vragen we zelfs voor. Want je hebt gespeeld in een film namelijk. Ja. Die heet Gangsta Boys. Gangsta Boys, ja, daar ben ik voor gevraagd. Jesser, die ken ik dan. Ja, dat is ook een mooi verhaal. Jessers schoonmoeder en zijn vrouwtje, die kon ik al voordat Jesser kon. Oh nee, dat krijgen we zo. Ik heb zijn schoonmoeder een keer je hebt het toch niet geneukt, hè? Kom op. Nee. Gepenetreerd. Nou, met inkt. Met inkt. Anders krijgen we hier een naar sfeertje. Nee, bij optredens kom je als mensen tegen. Zo. En toevallig kon Jesse dan ook in de shop. Fantastisch. En die vroeg of ik dat wilde doen. Of je mee wilde doen in die film. Ja. We hebben het fragment. Laten we kijken. Ja, ben benieuwd. Moet ik met blankets gaan schieten? Ik heb de dingen even omgeruild. Zullen we eens even kijken wie die gaat rennen? De Mr. Rock'n'Roll tegen die fucking rappers. Wie de fuck is dat, man? Hey! De auto van die motie, ja! Ik praat fucking stoer in mijn liedjes, hè, maar deze shit is eng. Boe, boe!